Goedenavond, welkom bij Fotoclub.nl. Mijn naam is Marcel Wiegerink en we gaan het vanavond hebben over bijzondere fotolocaties. Nou, we gaan dit doen samen met fotograaf Jeroen Jazet. Hij is ook tevens de auteur van het boek Bijzondere Fotolocaties. En in samenwerking met Van Duren Media gaan we een leuke avond hebben. Hij gaat wat locaties laten zien aan de hand van een aantal foto's. En ik zou zeggen, als je nou een vraag hebt, stel hem hieronder bij de reacties. En dan zullen we zo goed als we kunnen dat live ook beantwoorden. Ik zou zeggen, heel veel plezier en stel je vragen. Jeroen, het is aan jou. Welkom bij de presentatie van mijn boek Bijzondere Fotolocaties. Mijn naam is Jeroen Jazet. Ik ben fotograaf en filmer uit Zutphen. En schrijf af en toe ook een boek over een leuk thema, in dit geval bijzondere fotolocaties. Ik was geïnspireerd omdat ik zelf elk jaar een locatie aandoe. Dan ga ik 3 dagen alleen in een hotel zitten. En dan ga ik me echt focussen op een van de locaties. Een aantal van die locaties staan ook in dit boek. En daarnaast heb ik nog een heleboel nieuwe bijgezocht die ook de moeite waard zijn om jullie te inspireren. Hier zie je een beetje welke locaties ik aangedaan heb, althans in welke regio's. Eigenlijk de heel Nederland, een aantal in België en nog een aantal daarbuiten, een klein aantal. De meeste zijn wel in Nederland. En ik zal er een aantal met je doorlopen het komende half uur. Hoe kies ik mijn locaties eerst even? In mijn ogen zijn er 3 soorten locaties die voor mij interessant zijn. De eerste is een locatie die met moeite te bereiken is, die wel te vinden is, maar moeilijk te bereiken. De tweede is een locatie die echt met moeite te vinden is, dat vind ik nog leuker. En de derde uitdaging voor mij is, als er een locatie is waar al wel veel mensen en veel fotografen geweest zijn, dan vind ik het een uitdaging om het origineel te fotograferen. En dat is ook nog wel eens moeilijk. Het is met name zo dat als je het goed voorbereidt, dan kun je op heel veel plekken komen. Google Earth helpt mij daarbij. Als je goed zoekt, dan kun je vinden, heel duidelijk en simpel. En als je heel goed kijkt, dan kun je dingen fotograferen die anderen niet fotograferen. Dat probeer ik ook een beetje in het boek terug te brengen. Oké, eerst een locatie die met moeite te bereiken is. Ik neem jullie mee via Google Earth, een van mijn favoriete programma's. En de eerste locatie waar we naartoe gaan, moet ik zelf ook even kijken. We gaan zelf draaien met de aarde en we komen uit op Vlieland. Daar ben ik vorig jaar geweest om foto's te maken op de Vliehorst. Dat is het zanderige gedeelte wat je links op het beeld ziet. We zoomen er nu nog iets op in. En dat is een gedeelte van Vlieland waar eigenlijk helemaal niks te vinden is. Althans, als je wat beter kijkt, is er heel veel te vinden. Bijvoorbeeld deze tank met daaromheen liggende kogelgaten. En daar ben ik eens gaan onderzoeken. En dat vind ik prachtig. Ik zat in hotel Het Posthuis. Dat zit ook aan die kant van Vlieland. Eigenlijk al in the middle of nowhere, dus dan kom je al een beetje in de sfeer. En ik heb op 1 dag een wandeling gemaakt van zo'n, 27, 28 kilometer. Hier zie je de route die ik gelopen heb die dag. En toen ben ik alle locaties op de Vliehorst gaan bezoeken. Dit mag alleen maar in het weekend, omdat door de week dit een militair oefenterrein is. Waar F-16's en F-35's en helikopters je om de oren vliegen. Dus je laat het wel uit je hoofd om te gaan, als dat niet mag. Er hangen ook duidelijk vlaggen daar aan de rand van de locatie. Waar je kunt kijken of je wel of niet het terrein op mag. En dit is op een zaterdag of een zondag geweest. En toen heb ik helemaal langs het strand gelopen. Helemaal naar het eindpunt en via een andere weg weer terug. Ja, dan kom je van alles tegen. Punt 1, wat ik al heel mooi vind, is natuurlijk gewoon de leegte die je daar ziet. Vlieland is sowieso leeg en dat gedeelte is eigenlijk nog leger. Het waaide een beetje hard in dat weekend op die dag ook, dus daar heb ik ook een beetje geluk mee, mooie wolken. En dan kun je eigenlijk al foto's maken van eigenlijk niks. Gewoon zand en lucht, dan heb je eigenlijk voldoende aan. En dan, als je dan nog een keer 's ochtends vroeg weggaat zoals ik, als het nog duister is, dan kun je met de maan en met de golven en met iets wat er in de branding ligt, kun je nog heel mooi spelen. En ook met de opgaande zon en de duinen nog op de achtergrond. Ik heb ook altijd standaard een waterpak bij me. En dat waterpak zorgt voor dat ik even het water in kan zonder gelijk nat te worden.
Altijd prettig om mee te nemen en dan kun je dit soort beelden al heel snel maken. Prachtig eiland. Ja, waar je dus uitkomt op die locatie, op de Vlio's, is er heel snel bij het militaire oefenterrein. Je ziet daar ook een grote toren, die heb ik verder niet in beeld gebracht. Maar er liggen ook allerlei munitie verspreid in het zand. En oude tanks, die kom ik later ook nog even op terug. Hier zie je zo'n voorbeeld van een foto waarbij een stuk granaat of kogel nog scherp in beeld is. Mooi met het zand, vind ik ook. En daar zit nog zo'n tank achter. Ja, hier kan ik me dagen vermaken eigenlijk op zo'n terrein. Toen ben ik helemaal naar het einde toe doorgelopen. Daar heb je ook zo'n drenkelingenhuisje. Dat heb ik verder niet in beeld gebracht, althans niet hier. Maar helemaal aan het einde staat ook nog een hele oude steiger. Vind ik ook prachtig. Daar moet je wel even voor lopen. Dus met moeite te bereiken. Het is wel te bereiken met de Vliehors Express. Dat is zo'n geel vrachtwagen die twee keer per dag die kant op rijdt. Maar dan heb je precies 10 minuten om daar te fotograferen. Ja, dat vind ik dan de moeite niet. Ik wil dat zelf doen. Dus dan moet je ook even moeite doen om daarheen te lopen. Dat ding kun je eigenlijk van allerlei kanten benaderen. Hier is die weer van een andere kant. Van een ander stuk is dit volgens mij te zien. Vind ik ook leuk om op dingen heen te lopen en op die manier dingen te bekijken. Hier zie je een oude container die ik tegenkwam, die ook helemaal kapotgeschoten is tijdens een militaire oefening. Kom je allemaal gewoon langs. Hier moet je ook weer de nodige moeite voor doen. Je moet ook in een goede getij gaan. Niet dat je met hoog water gaat, maar dat moet je ook allemaal even uitzoeken om dat goed te krijgen. Hier zie je hem in tegenlicht. Heeft ook wel wat interessants. 3 stops onderbelicht ongeveer. En op die manier vermaak ik me zo'n hele dag op zo'n locatie en heb je eigenlijk van allerlei elementen die je tegenkomt die je kunt fotograferen. Dit vind ik ook prachtig natuurlijk, gewoon zo'n tank. En zo'n tank die kun je op een hele makkelijke manier benaderen. Er is verder niemand in de buurt, er staat er nog eentje achter daar. En met een beetje nabewerking krijg je daar de prachtigste kleuren en ik vind het gewoon heel mooi. Oké. Een tweede soort locatie waar je naartoe kunt gaan, is een locatie die met moeite te vinden is. En Ansel Adams, een van mijn favoriete landschapsfotografen, die zei ooit al, people can't find my landscapes, that's because they don't exist. Mijn landschappen bestaan gewoon niet. Dat is ook vaak zo inderdaad. Bij hem en vaak herken je ook landschappen niet, dat is het. Je komt wel in hetzelfde landschap als Ansel Adams, alleen je herkent niet waar het is. Een voorbeeld van mezelf. Even weer terug naar Google Earth. Dit keer helemaal naar de andere kant van de wereld, Nieuw-Zeeland, waar ik ooit een keer mocht rondreizen. En op het Zuidereiland, daar heb je een paar gletsjers. Daar zo Frans Jozef en zo, hoog in de bergen. En daar ligt ook een meertje, een Lake Maporika. En bij dat meertje is een klein steigertje, zoals je hier ziet. En dat kleine steigertje, je ziet hem onder in beeld. Er is eigenlijk niks bijzonders mee. We kwamen daar met de camper aan en in Nieuw-Zeeland mag je gewoon vrij kamperen. Dus we gingen daar eigenlijk kamperen. Dit is een foto van die middag toen we daar aankwamen. Echt dat je denkt, ja, het is wel een leuk meertje. Wat moeten we hier eigenlijk? Alleen toen ik de volgende ochtend dus opstond heel vroeg om eens te kijken hoe de zonsondergang of de zonsopgang daar ging. Toen kwam ik een heel ander beeld tegen. De bootje was ook verdwenen. Het water was helemaal vlak. En dus kon ik deze foto maken die eigenlijk helemaal heel weinig nabewerkt is. De kleur is in ieder geval niet aangepast. Dit was zoals het was. En dit was een soort magisch moment wat je dan tegenkomt. En dit landschap leek totaal niet op het landschap wat ik de middag daarvoor zag. Dat is de magie van fotografie eigenlijk. En dat is de magie van een goede fotolocatie. Dat die zich soms laat zien, maar heel vaak ook niet. We gaan naar de volgende locatie toe. Eens even kijken waar we uitkomen. In Etretat in Frankrijk. En in Etretat, daar ben ik 3 jaar geleden een keer een paar dagen geweest om mij helemaal te focussen op de krijtrotsen daar. En je hebt daar prachtige kust met allerlei uitsteeksels en krijtrotsen. En daaromheen ligt het plaatsje Etretat. De bekendste poort eigenlijk in de krijtrots is de Falaise d'Aval, die zie je hier onder in beeld. Maar je kunt daar veel mooiere plekken vinden, bijvoorbeeld hier, dat is ongeveer 2 kilometer verder van het dorpje af. Daar heb je ook hele mooie rotsen in de zee staan, die gewoon helemaal vrij staan eigenlijk.
Ja, dit is een hele slechte resolutie, zie ik nu. Maar dit is het dorpje, zeg maar, Etretat. En ja, het is eigenlijk een heel toeristisch dorpje. Dit is eigenlijk de Kodak Photo Point. Dan ga je daar op het strand staan en dan fotografeer je daar rechtsboven die krijtrotspoort. Ja, hartstikke leuk. 'S Avonds is dat ook verlicht. Daar hebben ze een licht op gezet, dus het is echt op toeristen geënt. Ja, dan haak ik al een beetje af. Dan probeer ik juist dingen te zoeken die moeilijker te vinden zijn. En zo kwam ik uit bij dit soort simpele dingen. Gewoon twee hele kleine rotsjes die heel iets uitsteken boven zee met een beetje witte golfslag eromheen. En ND-filter. Deze. Ja, vind ik gewoon van een serene rust. Eigenlijk staat er niks in beeld, alleen maar een uitstekende rots. Dit is die rots die een paar kilometer verder staat. Daar moet je wat meer moeite voor doen. Maar dan heb je ook wat een mooier beeld. Klein detail, onder de beeld zie je nog twee grassprieten in beeld. Die heb ik er wel bewust ingelaten. Zodat het niet te perfect beeld wordt en niet te clean beeld wordt. Dat er een beetje menselijkheid in zit. Hier zie je drie van dat soort foto's die als een soort drieluik terugkomen in een expositie die ik heb gehad. 'S Avonds kun je daar ook prachtige foto's maken, maar dan net aan de andere kant van die boog. Dit is dus niet aan de kant van het dorp, maar dit is aan de kant achter. Dan moet je dus met laag water naartoe, dan kun je er een beetje omheen lopen en dan kom je dus eigenlijk achter die rots. En wat je eigenlijk ziet zijn een soort lichtstrepen daar links in beeld. Dat komt dus van die bouwlampen die op die rotsen schijnen voor de toeristen aan de andere kant. Maar als je het juist van de andere kant benadert, levert het wel mooie beelden op. Dat zie je hier ook, dat is weer wat verder weg. Ik denk 2 minuten belicht of zo, gewoon met een groothoek. En dan zie je dus ook die krijtrots een soort haarlichtje hebben. Het licht schijnt er net omheen soms, maar ja, dit vind ik de moeite waard. Aan de andere kant dus helemaal niet, want daar schijnt dat licht plat op die rotsen. Oké, een andere locatie die ook in mijn boek staat beschreven. Laten we eens even kijken waar we nu naartoe gaan. Is spannend, ik weet hem zelf ook niet. Oh ja, Rocagne. En dan, ja, dit is wel een mooi verhaal van een zoektocht naar een locatie waar ik heel ergens anders uitkwam. Ik was, in eerste instantie was ik naar de Maasvlakte gegaan om daar de zandwacht te fotograferen. En die zie je dus hier rechtsonder in beeld. Een mooi betonnen kunstwerk. Maar ik sliep, ik kon daar niet slapen natuurlijk, op die Maasvlakte zijn geen hotels. Ik sliep iets verderop in Rocagne. En toen ik in Rocagne was, je ziet daar rechtsboven Bad Hotel Rocagne, daar sliep ik. Ben ik ook eens even gaan lopen smiddags, want ik wou 's avonds naar die zandwacht toe. Gaan lopen smiddags over het strand en ik liep er over het strand. En hier linksonder zag ik in één keer een bunkerhoofd in het water liggen. Wist ik helemaal niet dat het bestond. Bij de Groene Punt, bij het Naakstrand. En ja, ik dacht, ja, daar moet ik naartoe. Ik zag wel dat het hoog water was. Dus ik keek, wanneer is het laagwater? Nou ja, precies, morgen vroeg om, nou volgens mij 4:50 of zo, zoiets was het laagwater. En de zon, dit was in de zomer, kwam ook op rond die tijd. Dus ja, er zat niks anders op. De volgende ochtend om 4:15 liep ik van het badhotel over het strand naar die bunkers toe. En dan kon ik prachtige beelden maken. Dit is trouwens die zandwacht die ik 's avonds nog gefotografeerd heb. Was ook mooi. Kon je ook wel mooie dingen maken. Maar ja, deze staat ook wel in het boek beschreven. Dus daar kun je ook de leukste dingen wel doen. Maar die bunkers die vond ik uiteindelijk veel interessanter. Hier zie je de bunkers van een afstandje met daarachter de Maasvlakte. Met alle windmolens en kranen van containerschepen. En ja, ik heb eerst van veraf wat gemaakt. Daarna ben ik dichterbij gegaan. Ik had mijn maatpak weer bij me, want er zaten kwallen genoeg daar. Dus dat is ook geen luxe. En dan kun je ook mooi dit soort beelden maken. Moet je een beetje geluk hebben met de lucht ook. En ja, prachtig. Dan kun je mij een hele dag laten rondlopen. Dat zou ik niet doen, want het getij gaat vanzelf omhoog. En dan verdwijnen die bunkers weer onder water. Maar ja, dat zijn dan van die cadeautjes. Staat ook in het boek. De volgende locatie waar we naartoe gaan is in het noorden ook weer van Nederland. Maar dan net in de provincie Groningen bij het plaatsje Wierum. En ja, goed dat je denkt, er is daar een dijk in de Waddenzee. Wat is daar te zien? Niet zo heel veel, maar niks is minder waar. Als je inzoomt en wat beter kijkt, ligt ongeveer 100 meter uit de kust, ligt daar een oude praam.
oude vrachtschip eigenlijk van vroege tijden, die daar een keer gestrand is en gewoon is blijven liggen. En dan kun je prachtige foto's maken, ook weer met laag water. Hier heb ik niet het waadpak aangedaan, maar gewoon wat schoenen. Laarzen zijn hier niet handig, omdat die gauw uitgaan in, in dat slik, zeg maar. Dus ik ben hier zo een bepaalde meter naar het schip gelopen. En ja, het is wel de moeite waard, want het steekt nog net boven water uit. En je kunt er prachtige beelden maken. In allerlei verschillende omstandigheden zitten ook een paar van die paaltjes achter. Je kunt het een beetje onderbelichten, al naar gelang het weer en het licht. Hier, dit is met zonsondergang, een hele andere dag. Ik ben er een paar keer geweest. Kun je weer dit soort beelden maken. En ja, ook van de andere kant weer. Ja, ik vind het cadeautjes als je dit kunt vinden. Maar dat moet je wel even weten. Dus vandaar dat ik al die locaties op een hoop gegooid heb en in een boek geplaatst heb. Hier zie je zelfs een krabbetje aan de buitenkant van dat schip zitten. Dat soort details vind ik ook mooi om nog mee te fotograferen. Ja, er zijn ook locaties die met moeite origineel te fotograferen zijn. En daarvoor ga ik even verder op Google Earth. En komen we uit... Even kijken hoor. Spannend. In Zuid-Engeland. Brighton. Een locatie waar een hele oude pier staat. Er staan twee pieren. Of eigenlijk nog maar één pier en één restant van een pier. En hier rechts zie je de nieuwe pier, een beetje Scheveningen-achtige pier. En links daarvan zie je de Brighton West Pier. En die West Pier die vond ik interessant. Ik heb een hotel genomen daar recht tegenover. En ik kon dus 3 dagen lang alleen maar die West Pier fotograferen. Ik kon er helaas niet bij komen, omdat je alleen maar vanaf het strand kunt werken. Maar je kunt dan wel allerlei hoeken uitproberen om het originele te maken. En ik kwam er snel uit op bijvoorbeeld zo'n nachtelijke hoek met de maan daarachter eigenlijk. En de meeuwen die allemaal zo op dat bouwwerk zitten. Ja, dat vind ik mooi. En van lager af ziet het er misschien nog wel indrukwekkender uit. Het is net een beetje in het blauwe uurtje ook. Maar ook overdag gewoon met wat meer afstand en een ND-filter en gewoon ton sur ton. Ja, vind ik ook wel heel mooi om zulke soort foto's te maken. Deze, misschien wat meer cliché met die lucht, maar vind ik ook wel de moeite waard. En ik vind het ook wel leuk om nog even een andere wandeling te maken. En dan kwam ik daar in een soort natuurgebiedje en ik liep langs de kust. Er waren ook een beetje krijtrotsen. En dan zag ik, heel mooi had ik geluk, deze vuurtoren met zon tegen. 3 of 4 stops onderbelichten en je hebt een prachtig beeld. Zo probeer ik die locaties altijd een beetje uit te kammen. We gaan naar de Markerwadden. Ook weer zo'n zoektocht van mij naar de perfecte foto. Ik denk, nou die Markerwadden, dat moet leuk zijn. Nieuw. Je kunt er naartoe met natuurmonumenten. Die vaart er met een heel mooie boot naartoe. Hier zie je links het gebied waar het om gaat. En rechts zie je Lelystad, waar de boot vertrekt. En als je dus daar naartoe gaat, dan kun je op 1 eiland, dus dit eiland, kun je rondwandelen. En ja, dan zie je eigenlijk de mooiste dingen. Het centrale punt is daar ongeveer een uitkijktoren. En de boot die vertrok vanuit Lelystad, dat is hier. En ja, goed, wat echt gek was, toen ik de haven uitging daar met dat mooie zeilschip. Toen kwam ik langs de Markers Trekdam en die zie je hier links onder in beeld. En daar staat eigenlijk een heel mooi beeld nog. Hurkende man of poepende man noemen ze het soms ook wel. Het heet officieel Exposure. En daar ben ik ook nog even gaan kijken. En eigenlijk kwam ik daar nog weer op nog iets anders. En dat zie je hier dan weer rechtsonder, hier zo. En dat zijn gewoon een paar palen in zee voor vissers. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Op de Markerwadden heb je zo'n soort IT-toren die je dan ja, goed, als centraal punt steeds tegenkomt tijdens die wandelingen. Dus ik heb geprobeerd om daar wat te zoeken van wat kan ik hier nou aan toevoegen. Dichtbij, veraf, ja, vanaf de overkant met een reiger erbij. Of een lepelaar, ik kan niet goed zien. Leuk. Met dat helmgras en dan die toren die de andere kant op kijkt. Ja, leuk en aardig. Op de terugweg, ik denk, ik ga nog even naar die Markers Trekdam. Ik ga eens even dat beeld fotograferen, want daar komt vast wat leukers uit. Ja, ook leuk. Je kunt het beeld maar van één kant benaderen. Dat is een beetje een nadeel. Je kunt er niet omheen lopen of zo. Het is gewoon een dijk en aan het einde staat hij.
Ik kwam steeds dichterbij. Ik ben een beetje met de zon gaan spelen en abstractie. En nou, dit was ook wel mooi. Er kwam nog een boot langs. Ik denk, nou, misschien is dat leuk. Ik ging tussen de rotsen zitten. Is dat mooi? Nou ja, het heeft op zich allemaal wel mooie beelden op. Maar ineens keek ik aan de andere kant. En daar stonden dus die palen in zee. Of in het meer. Dat vond ik eigenlijk veel interessanter. Maar even in die palen zat nog een aalscholver. Met een ND-filter en een beetje overbelicht. Kreeg ik daar eigenlijk veel leukere beelden uit. Dit vind ik ook een mooi beeld. Een beetje minimalistisch beeld. Eigenlijk alleen een paar palen in zee. Die dan toevallig net op die horizon ophouden. En dan een beetje dat pasteltintige bij. Ja. Eigenlijk, ik ben in de Markerwadden geweest. En op de Markerstrekdam geweest. Was dit de foto waar ik het meest blij mee was. En zo zie je op locatie kom je ook allerlei andere dingen tegen. Dat beschrijf ik ook in het boek. Oké, we gaan verder. Kijken waar we nu weer uitkomen. Noord-Denemarken. In Fikse. Ik ben Stefan van Vleteren fan. En Stefan heeft een heel boek gemaakt over de Atlantic Wall. De verschillende bunkers van de Duitsers die moesten beschermen tegen de invasie. En in Fikse zijn daar een paar overblijfselen van. Eigenlijk is Fikse niks anders dan een vakantiepark, waar ik dan ook sliep. En hier zie je die bunkers die al nagelang het getij half in zee, helemaal in zee of helemaal op het strand liggen. Dat is een speeltuin. Het weer was heel slecht daar, maar ik kon daar prachtige dingen maken met bunkers die half in zee verzonken zijn. Ja, ik hou van objecten in de natuur of zo. Dat vind ik prachtig om te doen. En om te fotograferen. En daar zie je ook verschillende van in het boek tegenkomen. En dit is misschien wel een van de mooiste. De overtreffende trap van Rokanje eigenlijk. Nou ja, sommige bunkers. Als je een beetje onstuimig weer hebt zoals ik. Met een sluittijd van 15 of 18 seconden. Kun je ook dit soort beelden maken. Dan zie je nog net de golven van zo'n bunker aflopen. Ja, ook prachtig. Je kunt er ook heel verschillende dingen doen. Dit is een heel sereen beeld van een bunker met een soort reflectie ervan. En ik heb dit beeld heb ik ook een keer in het meer donker gemaakt. En dan krijg je weer een heel ander beeld. Ga altijd meerdere keren terug naar één locatie om betere foto's te krijgen, zeg ik altijd. Oké. Volgende locatie. België. Dit is Charleroi. Dit is eigenlijk de bonuslocatie van deze presentatie, want deze staat niet in het boek. Je kunt hem wel downloaden op mijn website. En in Charleroi is eigenlijk een hele donkere stad met een heel industrieel verleden, ijzer en dat soort zaken. En er staan nog heel veel fabrieken die al dan niet in functie zijn. Ik heb daar een wandeling gelopen, ook weer van zo'n 25 kilometer. Ik hou van lange wandelingen, gewoon een hele dag. En naast die industrie kwam ik ook terecht, bijvoorbeeld hier bij de IM Plant Power. En ik ben daar, je kunt daar links ook nog in de fabriek, dat vond ik net iets te gevaarlijk. Ik ben rechts in de koeltoren geweest en dan kun je prachtig fotograferen. Oké, dit is bijvoorbeeld een overzicht vanaf een van de bergen die rondom Charleroi liggen. En een van die bergen, die bergen die liggen daar, zijn gewoon afvalbergen eigenlijk van oud afval van ijzererts. En dan kun je op en dan sta je over 100 meter boven de stad en dan zie je al die industrie aan je voorbij trekken. Als je een beetje geluk hebt met het weer, kun je daar prachtige platen van maken. Ja, het is een beetje een depressieve stad. Dat kun je ook laten zien door dit soort beelden te maken. Je te focussen op een steentje en de achtergrond ook weer die skyline eigenlijk van industrie. Ditzelfde beeld kun je ook wel heel licht maken. Ja, een beetje mistig. Het is op dezelfde dag gemaakt, maar iets lichter bewerkt. Dan zoek ik altijd een beetje op één locatie naar verschillende stijlen. En ik was een beetje aan het zoeken van, ja, wat kan ik daar nog meer maken? Het is allemaal een beetje donker, dus ik heb ook wat donkere beelden gemaakt. Hè, dit soort muurtjes kom je ook tegen met planten die daar tegen, bomen die daar tegen opgroeien en oude letters en whatever. En toen kwam ik in de koeltoren. Het is wel een gevaarlijke locatie, want het is allemaal oud en vervallen. Dus ik zou je nooit aanraden om daar alleen naartoe te gaan. Je kunt ook nog, dit is ook weer daar onderin, kun je prachtige beelden maken. En dit soort plaatjes, ja, fantastisch.
Ik heb een beetje zitten spelen met onscherpte, om een beetje abstract iets te maken. Nou ja, je ziet, ik ging helemaal los. Ja, hier zie je een ander beeld, dit is wat meer bovenin. Dus dan moet je iets klimmen en dan kom je één plateau hoger. En dan kun je ook nog dit soort beelden maken. Het mooiste vond ik die buitenkant van die koeltoren, want daar zat van dat mos op. Door het weer, zeg maar. Het was een beetje vergroend en er zaten allemaal witte stipjes op. En dat lijkt eigenlijk net de sterrenlucht van een afstandje. Goed, de laatste locatie die ik nu laat zien bevindt zich weer in het midden van Nederland. Op de Veluwe. En daar heb je een heel mooi gebied waar allerlei heide is en zandvlaktes. En aan de rand van dat gebied, daar staat Radio Kootwijk. Je ziet het hier rechts. En Radio Kootwijk is een heel bijzonder gebouw waar vroeger dus ook echt radio werd uitgezonden. Maar wat nu nog meer een evenementfunctie heeft. Maar het staat prachtig gewoon midden tussen de heide en de takken. En daar kun je prachtig fotograferen. Ik ben daar een keer op een avond naartoe gegaan. En ik ben dus even gaan zoeken van wat kan ik daar nou doen met die mooie avondzon. Dit was foto 1. Ik dacht, nou, misschien kan ik hier wat mee. Was het ook nog niet helemaal. En toen zag ik zo'n doorkijken. Het was inderdaad bijna donker. Waarbij je dus zo'n raam ziet met een paar lampen daar nog binnen. En dan die specifieke vorm van dat gebouw kwam heel mooi uit in dit minimalistische beeld. Kun je ook zoeken. Toen zag ik nog de maan die net opkwam. Met een beetje van die ramen. Ja, was ook wel leuk. Maar eigenlijk het mooiste vond ik toch die reflectie van die zon, terwijl die net onderging, net aan het einde van het gouden uurtje. En die reflectie, dan moet je dus in de hoek van uitval gaan staan, in die ramen, waardoor dat gebouw extra mooi uitkomt. Een beetje zo tussen de bomen gefotografeerd. En ik ben zelfs nog verder afgegaan, heb ik iets minder onderbelicht. En daar was ook een soort drinkplasje nog in de buurt, om een beetje reflectie te krijgen. Ja, dat geeft dan ook wel weer bijzondere beelden. Prachtige locatie. Kleine tip als je terugloopt in het donker. Zorg dat je zaklamp bij je hebt. Want de wilde zwijnen die hoor je links en rechts overal naast je. Je weet dat ze er zijn, maar ze vallen je niet aan. Maar je voelt je denk ik wat veiliger met een zaklamp. Fotolocaties. Ja, in het boek staan er nog veel meer fotolocaties. Bijvoorbeeld deze locatie in Petten. Deze locatie in Luik. Deze locatie in Rotterdam. Ook bekend van Hunted. Ik zou zeggen, koop mijn boek en geniet van al deze locaties. En veel plezier. Dankjewel voor je aandacht. Hey Jeroen, bedankt voor jouw inzet. Jullie ook bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, als je het leuk vindt om dat boek te bestellen, klik even de link hieronder in de beschrijving. En doe er je voordeel mee. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.